Slurp. Slice. Slurp, slurp. Slice. Slice, slice, slice en slurp. Ja. Dit is slurp. Slurp. En dit is slice. Slice. Slurp is groot en sterk. Ja. En hij drinkt graag melk. Melk? Waar? Sorry, Slurp. Vandaag is er geen melk. Oh. En dit is Slice. Slice. Zij is lief, slim en eet graag groenten en fruit. Fruit, groenten! Jawel. En vandaag leren Slurp en Slice hoe ze gezond kunnen snoepen. Doen jullie mee? Ik vroeg, doen jullie mee? Ja. Nice. Daar gaan we. Wat is dat allemaal? Wow, 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 wow. Slurp, Slice. Hey, hallo, het is nog geen etenstijd. Hey, vrienden. Lekker. Stop. Hebben jullie honger? Ja. Maar wat deden jullie dan? Chips, koeken, snoep en limonade. Is dat wel gezond? Kom, we gaan er een spelletje van maken. Jullie tonen wat jullie daar allemaal hebben. En wij zeggen of het gezond is of niet. Simpel. Is dat goed? Heel goed, ja. Okido, jullie hebben allemaal twee kaartjes gekregen. Ja. Ja. Een groen, ja. Duidelijk, en een rood. Hoplakee. Zometeen tonen Slurp en Slice wat er op hun tafel staat. Ja. Als jullie denken dat het gezond is, steken jullie het groene kaartje in de lucht. En als jullie denken dat het ongezond is, het rode. Ja. Zullen we eens oefenen, Slice? Ja, oefenen, ja. Wat denken jullie? Ja. Een flesje cola, is dit gezond of ongezond. Hey, Slurp, hallo. Dat is niet juist, hè. Frisdrank is niet gezond. In frisdrank zit ongelooflijk veel suiker. In één blikje cola wel 6 klontjes. Dat is niet goed. Je drinkt het dus best maar heel af en toe. Op een feestje bijvoorbeeld. Vrienden, hadden jullie het wel juist? Fantastisch. Dan kunnen we beginnen. Ronde 1. Ronde 1. Oké, toon de eerste borden maar. Ja. En wat denken jullie? Gezond of niet gezond? Steek jullie kaarten maar in de lucht. Hé, hey, hallo, afblijven, Slurp. Sorry. Ja. Ik zie overal rode kaartjes. Dat is natuurlijk helemaal juist. Want net zoals frisdrank zitten koekjes en chocoladerepen boordevol suiker. En veel suiker eten is niet gezond. In 2 kleine koekjes zitten 3 klontjes suiker. En in 1 chocoladereep zelfs 4. Chips is ook niet zo gezond. Er zit veel zout en vet in. Ronde 2. Ja. Klaar. Ja. Oké, tonen maar. Bordje 1, bordje 2. Steek die kaartjes maar in de lucht. Groen dus voor gezond, rood voor ongezond. Allemaal groen? Natuurlijk, dat hebben jullie allemaal goed gezien. Ja. Het is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Groenten en fruit zijn altijd gezond. Fruit, groenten! Daar mag je veel van eten. Fruit is ook zoet, maar zit vol met vezels en vitamine die goed zijn voor je lichaam. Noten bijvoorbeeld mogen ook. Zij zijn perfect als tussendoortje. Net zoals yoghurt, maar dan wel de soorten zonder extra smaakje. Je mag er zelf zeker wat besjes of gesneden fruit in doen. Heerlijk! Klaar voor ronde 3. Ronde 3. En wat drinken we dan? Lied. Slice, lied. Slurp, wat is het? Lied. Jullie kennen een lied over drinken? Ja. Oké, okay, laat maar komen dan. Wat drinken we? Wat drinken we? Wat drinken we vandaag? Een glas water. Een glas water. Ja, dat drinken we zo graag. Melk is goed. Drink het elke dag. Thee of soep, wees maar zeker dat dat mag. Limonade en cola zijn helemaal niet gezond. Je krijgt gaatjes in je tanden en ook een dikke... Ho, ho, ho. Wat drinken we? Wat drinken we? Wat drinken we vandaag? Een glas water, een glas water. Ja, dat drinken we zo graag. Bah.
Applaus! Waar zijn die handjes? Het is nu al een hit. Oh, dank u. Jullie hebben helemaal gelijk trouwens. Nu weten we hoe we gezond kunnen snoepen en drinken. Yoghurt, nootjes of fruit met een heerlijk glas water erbij. Dag, Slurp en Slice. Dag. Tot de volgende keer. De volgende keer. En vooral blijven zingen. Ja, doen we. Dag.